Het Groene Oosten start vandaag met alweer het vijfde seizoen. In de serie laten we zien dat duurzaam leven niet suf en saai is, maar juist leuk en logisch. En nou moet je poepen. Vandaag in het Groene Oosten maakt Arlette Zwartjes een heerlijk streekgerecht op het Kampereiland. Gaan we slim koken, zien we pareltjes van woningen tijdens de duurzame huizenroute en laat fietsheld Rob Harmeling zijn favoriete fietsplek zien. Sinds een aantal jaar bestaat er de duurzame huizenroute, bedoeld om ons te inspireren om vaker te kiezen voor duurzame woningen. Ook vanuit het provinciehuis willen ze dat graag. We willen een duurzame huizenroute omdat we willen laten zien wat is er allemaal mogelijk op het gebied van duurzaam wonen. Veel mensen zijn al met die transitie bezig door zonnepanelen, door misschien aardwarmte te gaan gebruiken. En dat is een hele mooie ontwikkeling, want we willen in de toekomst nou eenmaal van de fossiele brandstoffengebruik af. Dan moet je op andere manieren komen aan je energie. Het gaat om kennis, het gaat om goede informatie geven. Het gaat er echt om dat we snappen, we gaan de toekomst in en we willen verduurzamen. Wij hebben ook een ambitie als Overijssel om 75.000 woningen te verduurzamen de komende jaren. Dat is een hele grote opgave, maar we beginnen ook echt nu. En deze duurzame huizenroute laat zien welke mogelijkheden er zijn en hoe ver mensen ook al zijn in deze ontwikkeling. En op je route kan het dan dus zomaar zijn dat je een pareltje als dit tegenkomt. Een monumentale boerderij in Beersen. Eens even kijken. Ingrid, wat een prachtige boerderij heb jij hier. Dankjewel. Jemig, maar wat heb jij allemaal moeten doen om het zo mooi te krijgen? We hebben hier alles leeggehaald. Het voorhuis hebben een aantal belangrijke muren laten staan. Dat wat de vorm gaf aan het voorhuis van vroeger. Maar de stal is teruggegaan naar stal. Hier waren allemaal kamertjes ingetimmerd. Zijn er allemaal uit. Oké. En heb je een bak ingezet of zo, ja. Lijkt het wel? Klopt. We hebben er een etage eigenlijk los ingezet, steunend op het gebindwerk. Zodat je kon zien van dat is nieuw toegevoegd. Ja. Dat hoort niet bij het oude huis, dat is nieuw. En de rest is zo authentiek mogelijk en met zo natuurlijk mogelijke materialen weer ingebouwd. Precies, en als we het dan over energie en besparen hebben en zo. Wat is dan nu ongeveer het resultaat? Als we zo kijken, dan geven we ongeveer hetzelfde uit aan gaswaterlicht als wat wij in ons vorige huis deden. Een vorige huis wat 350 kuub inhoudt en deze 1700. Bam. Dus ja, zeg een kwart ongeveer. Ja, als je dan duurzaam wil wonen, maar je weet niet goed hoe je dat precies moet doen, of je hebt twee linkerhanden, zoals ik, dan kan je terecht bij bijvoorbeeld een groene aannemer. Zeg ik dat goed? Nou ja, aannemer vind ik een beetje een raar woord. Je moet iets niet aannemen, je moet het zeker weten. Dus we hebben zitten zoeken en wij noemen onszelf een bouwteam van waarde. Kies je voor bijvoorbeeld een keuken die wat luxer is, kies je voor wat meer isolatie, kies je voor extra zonnepanelen. Ja, dat moet je samen afstemmen. Ja, ik kom bij jou aan en waar beginnen we? Nou, ik vind als je een duurzaam huis maakt, ja, energie besparen, dat is één. Ja, dus ik ga nog een stap verder. Dus het is niet energie neutraal of energiezuinig, maar het is ook gezond maken. En vaak is dat ook gelijk circulair. Materialen die natuurlijk zijn, die je kunt hergebruiken. Gezond maken, wat is er dan anders? Ik kan het laten zien. Oké. Ja, hier hebben we een gevel van een woning. Kalkzandsteen, daar maken we meestal in Nederland de binnenmuren van. Er moet een buitenmuurtje omheen, want we willen graag steen. Ja, precies. En wat doen wij dan in Nederland? Dan stoppen wij daar een isolatie uit PIR. En dat is een chemisch materiaal uit fossiele brandstoffen. Dus niet goed voor de circulaire economie. Het isoleert wel heel goed, maar het is wel luchtdicht en dampdicht. Maar goed, je hebt ook piepschuim, wordt ook vaak toegepast. En ik denk dat misschien wel 90-95% van onze woningen op deze manier nu gemaakt worden. Dat zijn al de duurzame woningen. Het is duurzaam, want het bespaart energie. Maar ik vind het niet gezond. Precies, dus dit moeten we niet hebben. Dit moeten we weg doen. Om ermee. Ja. Hoppakee. Kijk, en dit is ook een variant wat heel vaak toegepast wordt. Folie aan de binnenkant om te zorgen dat er geen damp juist doorheen komt. Ja. Echt plastic. En dan wordt een glaswol of bijvoorbeeld steenwol in de muur gedaan. Ja. Ja, en dat zijn ook materialen die niet natuurlijk zijn en niet ademend. Dus ook dit vind ik niet goed. Weg ermee. Weg ermee. Hoppakee. Kijk, en hier hebben we een oplossing.
die wel damp open is. Okay. Als dit weer je muur is, ja, heb je weer je houten staanders. Aan de binnenkant heb je hout en heb je hier je wand. En dan kun je hier je isolatie in doen. Maar dan moet er dan nog in. Wat voor materiaal dan? Ja, als je hier bijvoorbeeld kijkt, dit is schapenwol. Dat is lekker zacht. Dat doe je met glaswol of steenwol niet. Maar dit is heel fijn materiaal. Dat is natuurlijk. Wat nog meer? En dan heb je bijvoorbeeld vlas. Vlasisolatie kun je erin stoppen. Nou, dat is wel duidelijk. Ja. En dit is dezelfde soort isolatie. En dan uit hout. En wat is dit dan? Dit is cellulose. En dat gebruiken wij best veel. Je maakt dan aan de binnenkant maak je een gat in de wand. En dan ga je met een soort omgekeerde stofzuiger ga je die hele holle ruimtes van je woning dichtblazen. En je dan komt het helemaal vol. De wanden in. Ja, en dan wordt het straks net zo dicht als het daar in het pak zit. En wat is het eigenlijk voor spul dan? Het is eigenlijk gewoon papier wat weer vermalen is. Nou, dan hebben we de binnenkant gehad. En dan komen we aan de buitenkant. Nou, is dit weer die wand is die we net noemden. Ja. Ja, in Nederland willen we heel graag een baksteen eromheen. Die kan er prima omheen. Maar bij een duurzaam huis van hout past ook wel heel goed een houten afwerking. Ja. En daar kun je bijvoorbeeld dit soort latten van gebruiken. En dan kun je deze erop schieten. En dit is een heel mooi materiaal, want hier zit een voorvergrijzer op. Dus de plankjes zijn nu grijs en in de toekomst verweren ze, worden ze ook grijs. Maar je hoeft er nooit meer te behandelen. Die blijft dus altijd goed. Ah, oh, beter. En wat je bijvoorbeeld ook hebt, als je zwart wil. Dit is een plankje die is geverfd met schimmels. En dit is 100% natuurlijk materiaal. Een soort van duurzame verf dus. Echt duurzame verf. Eberhard, dit meen je toch niet? Ja, echt waar. Want als je echt duurzaam wil, dan gebruik je ook geen stalen spijkers meer. Maar dan gebruik je houten spijkers. Echt, dan werkt dat? En die kun je gewoon met een schiethamer erin schieten. Kijk, hier zitten de houten spijkers in. En het is 100% duurzaam en natuurlijk. Maar dit is toch altijd dan de beste keus? Dit is de beste keus. En als je denkt aan de toekomst van onze kinderen, dat je echt duurzaam wil, dan denk je aan energie, maar vooral ook aan gezond en natuurlijk materiaal. En wat gebeurt er nou met al dit soort materialen? Dat moet iedereen wegdoen. Die hebben we niet meer nodig. Echt ermee. Echt? Oh! Zo. Als je nou wel heel handig bent, dan kan je natuurlijk ook zelf je droomhuis bouwen. En dat kan low budget. Joost en Janouk Lanke zijn uit Amsterdam naar Nieuw-Heten gekomen. Hebben dit gebouwd. Schijnt dus heel goedkoop te zijn. Even checken. Low budget. Ja. Vraag 1. Wat kost dat dan? Dit huis kun je zelf bouwen voor 50.000 euro. Echt waar? Echt waar. Maar waar zit het dan in? Want je moet toch gewoon... Je hebt alles nodig. In twee handen. Zelf bouwen. Je hebt hem helemaal zelf gebouwd? Ja, kiezen voor materialen die lokaal zijn. Kiezen voor materialen die simpel zijn. Kiezen eigenlijk voor datgene wat logisch is en daarmee ook duurzaam. En waarbij je zelf veel arbeid verricht. Het ziet er mooi uit. Strak. Ja, dank je. Het is klein, maar ook niet per se heel klein. Nee, het is een woning van 360 kuub. Dus dat is een gemiddelde starterswoning. Ja, precies. Dus de spullen die je voor kiest is bijvoorbeeld Douglas, hout van hier. Maar spullen waar je ook voor kiest is restpartijen of restmaterialen die overblijven van een andere bouw. Zodat die niet weggegooid worden, maar nog een keer gebruikt kunnen worden. Denk aan de vloer die wij hier hebben gemaakt. Dit is gewoon restbeton. Dit, ook mooi van hetzelfde... Ja, is ook restmateriaal. Restmateriaal wat we hebben gebruikt. Hier moet je nog wat doen, zie ik. Ja, hier zijn we nog niet klaar. We willen nog een mooie trap maken met de juiste partij hout. Maar de juiste partij hout is nog niet voorbij gekomen, dus daar wachten we nog op. Het huis heeft 3 slaapkamers, 2 kinderkamers, een ouderlijke kamer en een riant zolder waar je nog lekker een speelzolder van kunt maken of een tv-ruimte. De badkamer. En ook deze badkamer is gewoon luxe met vloerverwarming, maar ook wandverwarming, precies bij de wand waar jij nu staat. Zo, Manlief is druk aan het werk. Ja, wanneer je zelf gaat bouwen moet je duidelijk weten wie welke taak op zich neemt. Joost die maakt alles. Ik assisteer waar ik kan en verder doe ik het rekenwerk. Oké, en alles wat je verzint, dat maakt hij? Hij is zo creatief, hij kan alles maken. Ja. Hoe is jouw leven hierdoor dus veranderd? In alle opzichten. Ik heb nu het leven dat ik wil. Ik kan doen wat ik wil. Als ik op zondagmiddag lekker in de tuin wil gaan zitten met een boekje, kan ik lekker in de tuin gaan zitten. Kinderen kunnen spelen. Ik hoef niet meer door drukke Amsterdam te lopen. Ik heb vrijheid. Ja, je hebt vrijheid. Ja. Een positieve invloed hebben op het milieu begint al in je eigen huis. Gewoon een kwestie van slimme keuzes maken. Vandaag staan we in de keuken van Linda van Otten uit Hengelo. Meer energie en meer water besparen. Hoe doe je dat nou in de keuken? Dat laat ik je even zien. Neem nu deze snijplank. Geen hout, maar bamboe. Bamboe is gras, groeit sneller dan bomen.
dus milieuvriendelijker. En dan heb ik natuurlijk een pan nodig om alles in te koken. Nu kan ik deze pan pakken, maar gebruik ik onnodig veel water. Dus we pakken deze pan. Eén pan, één keer water. En het handige hieraan is dat alles in één kan. Dus we besparen ook nog eens energie. Zo, lekker de vis in de oven. En als je nou vis koopt, let er dan even op of de vis een keurmerk heeft. Dan weet je dat hij milieuvriendelijk gekweekt of gevangen is. Heerlijk. De zalm is ook al klaar. Lekker. Aan tafel! Ja, fietsen, goed voor beweging, maar ook goed voor een groene planeet. En om ons te stimuleren wat vaker op de fiets te stappen, hebben wij Overijsselse fietshelden gevraagd om hun favoriete fietsplek te laten zien. Dit lukt niet. Ah! Vandaag Rob Harmeling. Ik ben een gelukkig renner, voormalig renner mag je ook zeggen, maakt me niet uit. Ik heb over de hele wereld gefietst, gemountainbiked ook, in de Alpen, overal. Maar de mooiste plek om te mountainbiken, dat is de Zaanse Heuvelrug. De blauwe en paarse route, machtig mooi. Je denkt nergens meer aan. Je komt eventjes in een andere wereld. En dat is zo dicht bij huis. Hier ben ik echt als renner groot geworden. Op mijn 7e begon ik met fietsen. Ik ben al bijna 53, maar het genieten is er niks minder om geworden. Er zijn hele mooie plekken om gas te geven. Maar geniet ook vooral van deze route. En stop af en toe om van het mooiste te genieten. Wat voor mij deze plek zo bijzonder maakt, is de afwisseling in de route. Mooie natuurlijke brede paden afgewisseld met hele mooie technische single trails. Mooier dan racefietsen? Gewetensvraag. Geef er geen antwoord op. We staan midden op het Kampeneiland, aan de monding van de IJssel, vlakbij Kampen. Prachtig toch? En hier gaan we koken. Althans, we. Alette Zwartjes gaat hier koken. André! Hallo! Hi! Wat hebben we? We hebben hier een heel mooi stukje biefstuk van het IJsseldelta-rund. Kijk, heel mooi. En ik heb voor jou een geplukt veldpakketje. Dankjewel. Prachtig! Wat gaan we doen? We gaan een salade maken van deze mooie biefstuk. Ja. Met een kaas van de Terp. Terpkaas. Dit is een hangop, gemaakt ook van de zuivel hier van de boerderij. En daar doen we een beetje kruiden uit het land bij. Nou, aan de slag. Gaan we doen. Wat ga ik doen? Jij mag eens even wat kruiden gaan zoeken. Ik mag even wat kruiden gaan zoeken. Paardenbloem, blad. Ja. Klaver. Ja. Die heb je ook nog met bloemetjes wit en rood. En lange weegbree. Doe er zout en peper op en nooit bang zijn om te veel te gebruiken. Zag je dit? De smalle weegbree, goed. Wat ben jij aan het doen? Nou, net als bij een mens wordt het vlees ook heel gelukkig van een beetje masseren. Dat trekken de smaakjes er lekker in. Maar serieus? Ja. Nee, is echt zo. En bovendien gaan we het zo, met die olie, hoef je geen olie meer op het grill. Okay. En dan wordt het super lekker. Nou, ik ga weer verder zoeken, hè? Ja, succes hè? En wat ik nou heel belangrijk vind, mensen zijn vaak geneigd om heel snel om te draaien. Maar om een mooie garing te krijgen en een mooie streepje, laat je het gewoon even liggen. Dus niet meteen draaien. Niet meteen draaien. Ondertussen leg ik ook even de aubergines erop. Ik heb één paardbloem. Oh, André. Niet? Nee, je moet het blad hebben. Oh. Sorry. Geef maar aubergines
Arlette legt net 2 biefstukjes neer. Dat zijn deze, hè? Ja, dat is vlees van onze koeien, ja. En gaat dat anders smaken? Ja, deze komen lekker buiten. En mogen lekker buiten het gras grazen. Ze grazen van de kampereilanden kleibodem. En dat is gewoon heel gezonde voeding. Ja, en dat heeft allemaal zijn werking op het vlees. Ja, ook bijzonder aan deze koeien is dat het dubbeldoelkoeien zijn. Dus ze geven zowel melk als vlees. Weten mensen te weinig hierover? Ja, ik denk wel dat we inmiddels ver van ons voedsel verwijderd zijn geraakt. We kopen voedsel in de supermarkt, maar daarbij is het heel goed om jezelf af te vragen. Waar komt het vandaan? Hoe is het bewerkt? Wat zit er allemaal in? En ik denk dat mensen dat komt wel steeds meer. Dat zie ik wel om me heen, dat mensen vragen stellen. En daar zijn wij als boer heel blij mee. Hè? Ja. Denk mee, hoe wil je dat je voedsel geproduceerd wordt? Nou komt een pop-upje. 5% van de mensheid denkt serieus dat... Dat chocolademelk van bruine koeien komt. Dat is niet zo. We gaan de kaaskelder in. De kaaskelder in. Jeetje, echt een schatkamer. Ja, hier liggen onze kazen. Echt onze trots. En deze worden echt om de dag ook gekeerd. Zoals dat ook moet met kaas. Allemaal handwerk. En het is kaas met een natuurkorst. Kijk, die korst kun je ook eten. En dat draagt ook bij aan de smaak van die kaas. Weet je wat dit is, André? Nou, een beetje crème fraîche, denk ik. Nee, dit is veel lekkerder. Dit is hangop. En Arlette gaat ermee koken. En hangop maken we van yoghurt. Het is een uitgelekte, dikke, volle, romige yoghurt. Nou, hè? Ja, nou, hartstikke moeilijk nog. Dit is het blad van de paardenbloem. Dit is het paardenblad, ja, prachtig. Dit ga ik verwerken in de hangop. Oké. Okay. Samen met de lange weegbreed die je net al hebt geplukt. Oh, dat gaat gewoon door de hangop geklopt worden. En dit? Dit is boerenwormkruid, dat kan je niet eten. Oh, daar krijg je wormpjes van. Dat willen we niet. Nee. Leg ik hier neer. Ah, perfect. De rode ui, weegbree en het paardenbloemblad. En het zuurtje van de hangop samen met deze smaakjes wordt echt goddelijk lekker. Kijk, je kunt natuurlijk croutons maken in vierkantjes. Maar ik hou er al van om het een beetje anders te doen. Ik maak even leuke lange reepjes. Vaak zeggen mensen, ik lust geen aubergine. Maar dat komt omdat ze hem niet goed garen. Aubergine heeft echt tijd nodig. En dan wordt hij kijken wat echt zo lekker zacht en romig van binnen. André, ik wil nog graag klaverblaadjes. Dus er moeten geen dorren aan zitten, hè? Nee. Kijk, en zie je, dit is dus ook eetbaar. Maar dat zijn hele mooie, dat is eigenlijk gewoon een soort decoratie, maar ook ontzettend lekker. Dat is de mooiste. Gezellig, hè? Tijd om te gaan pleten. Ja? Ja. We zijn zover? We zijn zover. Dit is heel makkelijk. Dus leg gewoon alles in porties bij elkaar neer. Oké. Okay. En dit garneren we af met klaver en klaverblad. Nou, klinkt goed. Klaar? Je komt precies op het goede moment. Kijk eens, hè? Druk bezig geweest. Bijleggen. Oh, schitterend. Tata. Tata. Jeetje, proeven nu. Mooi kan niet, hè? Mooi kan niet. Bloemen, eten. Maar echt lekker. Ja. Nog één dingetje. Ja. Volgende week in het Groene Oosten weer nieuwe duurzame ontwikkelingen uit onze mooie provincie.